Ruim 500 personen hebben gisteren een bereidsverklaring in handen gekregen. De uitreiking is gedaan door verschillende functionarissen, onder wie vicepresident Ashwin Adin. Het gros van de personen ontvangt na bijkans 30 jaar een beschikking. Minister Likram Soerjan van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer gaf aan dat het ministerie eraan werkt dat mensen niet meer zo lang op een beschikking hoeven te wachten. Dit mag niet herhalen. Mensen mogen onmogelijk. We kunnen niet zo lang wachten. RVB werkt eraan. Uw ondersteuning is nodig. Ondersteun u en laten we gezamenlijk zaken verstellen. Vicepresident Adin zei dat verschillende islamitische verenigingen aanvragen hebben gedaan voor een stuk terrein dat gebruikt kan worden als begraafplaats. Volgens de VP doet het de regering goed dat ze enkele van deze verenigingen van een terrein heeft kunnen voorzien. We weten waar allemaal u gezocht heeft. Want zoveel begrafenisplekken kwamen tekort. Voor ons is het ook een hele reis geweest. Om steeds aan te horen wanneer komt die begraafplaats, wanneer komt die begraafplaats, wanneer krijgen we iets erbij. Dus voor ons is het ook een hele geruststelling dat u dat vandaag kunt meemaken en dat u eindelijk zo'n terrein krijgt. Ook gefeliciteerd aan alle andere jamaats. Goedemiddag, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ik wil bij deze zeker de regering namens de Anjuman Hidayatul Islam, de vereniging, de president van de Republiek Suriname en ook de assembleeleden, onze vicepresident en zeker onze commissaris, deze commissaris van Wanica, die heel hard hebben gewerkt. Het doel van het geheel is dat we meegeven om de begrafeniskosten drastisch omlaag te drukken, want dat was de pijnpunt in de kennismaking en die was aangegeven. Ik wil de hele islamitische gemeenschap feliciteren daarmee. Namens mijn organisatie, de moskee Al-Huda, wil ik de regering Bouterse Adil hierbij bedanken en in het bijzonder de coördinator, de heer Boerenvee. Dank u. Zij spraken gisteren na het ondertekenen van de bereidsverklaring voor een terrein dat gebruikt zal worden als begraafplaats. De uitreiking van de grondbeschikkingen vond plaats in het multiculturele centrum Te Leiding.